Dit is de zesde Ladies Tour en vanavond is het thema Gooise vrouwen. Nou staan we hier midden in het hartje van Bregijk. Dus ik heb het matras hier nog niet gevonden, maar misschien lukt dat vanavond nog. Wendy, wat doet jouw bedrijf precies? Ik heb een treatment store in Bregijk. En dat wil zeggen dat mensen kunnen komen voor een schoonheidsbehandeling, een huidverbeterende behandeling. Maar ook zonder afspraak binnen kunnen lopen te epileren voor de wenkbrauwen bijvoorbeeld. Nou, dat is echt een perfect onderwerp natuurlijk voor Gooise vrouwen, want dat is het vanavond. En jij zit in de commissie en ik neem aan dat jij het thema hebt gekozen. Ja, ik ben van de creatieve kant van de commissie en dat is echt wel heel erg leuk om uit te bedenken. Ieder jaar weer opnieuw van ja, wat gaan we nu doen? En Gooise vrouwen is een thema denk ik wat heel veel vrouwen aanspreekt. Omdat je dan toch weer net iets meer mag uitdossen en ja, het gaat echt wel over de vrouw, hè? En hoe zit het nou met de Gooise vrouw in Bregijk? Kun je daar iets meer over vertellen? Die zijn er zeer zeker wel. Er zijn voldoende Gooise vrouwen in Bregijk. Ja, absoluut. Ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Hè? Ja, je hebt geheimen. Ik hoor het al. Dus daar gaan we verder niet op in. Ik zie hier naast mij een bak met visjes. Dat is ook een hype. Is er ook iets wat veel Gooise vrouwen voorkomen? Nou, het is nu gewoon heel erg leuk hè, om dat te laten doen. Want het is toch iets wat in Bregijk niet zo heel veel voorkomt. Hè, dat mensen met de voeten in de visjes kunnen. Dus in aansluiting op onze stand zeg maar, kunnen mensen lekker in de visjes. Nou is dit het zesde jaar. Jij doet het al 4 jaar. En ben je er volgend jaar weer bij? Ik verwacht van wel. Ik verwacht van wel. Heel leuk. Heb je ook al een thema? Nee, maar dat wordt weer totaal anders als nu. En misschien dat we ook wel tijd wordt om weer een andere slag te gaan nemen, zeg maar, door het weer iets anders gaan in te vullen. Maar dat zullen we zien. Waar denk je dan aan? Ja, misschien nog meer met performing of ik kan daar nog niks over zeggen. We moeten echt nog gaan brainstormen. Ik sta hier met twee prachtige dames. Het thema is vanavond Gooise vrouwen, maar Isadora Paradijsvogel komt in de buurt. Pardon? Ik ben denk ik niet op de hoogte van de laatste mode in de Gooise streken, maar... Dat kan kloppen. Oh ja, nou, dus dit is de laatste mode en ik kan u het aanbevelen. En hier in Bergek is heel veel te winkelen. Misschien dat u zulke kleding hier ook vindt. Want ja, het is gewoon geweldig om naar het Gooi te komen in zulke geweldige veren. Is het verenmatras? Ja, zo is het. En deze veren horen ook een beetje bij onze lichtstad. Ik ga ervan stotteren. Ellen, nee, zeg jij het eens? Revue Theater, daar horen ook veren bij. Ja. En waar ligt de Lichtstad Revue Theater? In Eindhoven. Ja. Zo, en daar komen jullie net vandaan, neem ik aan? Daar komen wij net vandaan en we hebben in november een prachtige première met een mooie nieuwe show. Dus ik zou zeggen, kom alle kijken. Ja. 18 november. En dat gaat ook over Gooise vrouwen? Het gaat over van alles. Gooise vrouwen, een wijk, een allerlei soorten... Pluimage. Ja. Allerlei pluimage. Zoals wat wij nu creëren. Gooise vrouwen. Ja. Pluimage. Chic. Ik mag niet te veel verraden, maar je komt overal in allerlei wijken. Ja, achterstandswijken, bijstandswijken. Bijvoorbeeld. Ja. Het is een quartier fou. Oftewel een wijk die een beetje gek is. Zoals wij, Gooise vrouwen. Past helemaal. Nou, hier wil ik het bij laten. Nou, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Ik sta hier met Martin Morero. De enige echte. En je hebt speciaal je haardracht aangepast hier voor het Gooise gedeelte van... Ja, ik denk ik doe eens een keer even wat korter. Die lange lokken, dat was helemaal een beetje zat. Ja. Dat is een beetje uit de tijd. Ja, jij gaat als Gooise man ook echt met je tijd mee. Ja, echt een beetje metroman komt weer een beetje in, hè. Dus vandaar maar een beetje kort. Ja. En flessie roze, ik dacht dat dat een beetje passé was, maar ja, bloedkruid wat niet gaan kan, hè. Nee, dat past samen met mijn mooie danseressen die straks voor me gaan dansen, of met me gaan dansen. Met een mooie lichtjes om de nek heen. Nou, dat gaat één grote show worden. Toen de serie voorbij was, ja. Toen zat jij aan de depressieve, of niet? Ja, daar viel ik wel in een heel groot zwart gat hoor. Maar gelukkig heb ik nog veel optreden, zo onder andere hier in Bergijk. Wat natuurlijk heel fijn is. Ja, wie wil dat nou niet in Bergijk? En lekker druk. Veel mensen, dus dat moet helemaal gaan lukken. En jij gaat strakjes zingen? Ja. En dansen ook? Nou, ik ben niet zo goed in dansen hoor. Cheryl zei altijd, je mag alles doen, maar ga niet dansen.
Nee, dat gaat niet goed. Dat is toch jammer. Ja, dat is heel jammer. Maar ja, ik ga het ook niet. Ik wil het ook niet hoor. Hoeveel... Het gooit matras, wel ja, bekend voor ja. jou. Ja, daar zeg ik helemaal niks over. Zou ik nee, ook niet geen doen. Commentaar. Zo heb ik dat geleerd op mediatraining. Geen commentaar. Heb jij nou nog een vervolgproject op jouw agenda staan waar wij naar uit mogen kijken? Ja, daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Maar er zijn wat onderhandelingen. Maar nogmaals, ja, ik mag er niks over zeggen. Nou, we missen je op de buis. Ja, ja, wie weet, misschien. Misschien. Even afwachten. We gaan dit interview opsturen en misschien dat jouw baas al overstag gaat en zegt van... Ja, ik hoop het. Helpt altijd. Is goed voor de onderhandelingen. Ja, dit zijn de danseresjes. Jullie gaan dadelijk dansen samen met deze beroemdheid achter mij. Gaan jullie vaker op tournee met deze jongeman? Ja, wekelijks. Ja. Ja, als je op moet treden in ieder geval, ja dan wel. Ja. Ja. En zijn er nou nog dingetjes die jullie als danseressen weten die ja, wij ook graag willen weten? Hij draagt altijd twee kleuren sokken, maar ja. Oeh, ja, hé. Hey. Daar kun je man herkennen dus. Ja, ja. De echte kenners. Ja. Is hij nou lastig om mee te ja, acteren, dansen, zingen? Is dat hoge eisen? Nou, ja, nou, wij zingen niet, maar we dansen. Oh, maar dansen wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nu staan jullie hier in Bergijk. Gaan jullie vaker met hem op pad? Ja, wekelijks. Wekelijks? Ja. Ah, mooi. Bof komt er. Ja, echt wel. Mooi roze is niet lelijk, hè? Nee, precies. Echt een kanjer. Ja. Was het zwaar? Ja, wel. Jawel, hè? Ik zag, jij moest ook echt hard werken, hè? Ja, maar we waren eindelijk even een paar minuten zo. Ja. En toen was het wel gelukt. Ja, het was toch wel genoeg, hè? Ja. Ja, ja. Vind je het wel leuk hier? Ja. Ja. Dat zie ik, je straalt helemaal. Ja. Ja. En kom je nog eens een keertje terug? Ja. Ja. En weet je wat thema is vanavond? Nee. Nee. Dat weet mijn moeder wel. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk eigenlijk wat voor thema het is. Ik vind dat jij het heel knap gedaan hebt. Hè? Flinke keer. Ja. Goed zo, jongen. Ja. Gooise vrouwen op leeftijd. Dankjewel, klinkt goed. Ja, met die mooie blonde lokken, moet je daar nou veel moeite voor doen? Nou, een uurtje eerder op en dan is het de hele dag geregeld. Dus valt nog mee op onze leeftijd. Hè? Een vrouw met ervaring. Ja, natuurlijk. Hè? En hebben jullie veel laten veranderen, liften? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, geheimpje, wij zijn van nature zo. En deze mevrouw ook? Ja hoor, een beetje botox heb ik al gedaan. Ja, dat zijn zwaar. Nee, het is liever privé. Oké. Wat is nou moeilijk leven in zo'n Goois gat? Nou, we zijn allemaal gelijk aan elkaar. Oh ja. De grootste kunst is dat je altijd jezelf moet proberen te blijven. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven, hè? Ja. En vertrouwen uitstralen, dan krijg je vaak ook vertrouwen terug. Ja, en een beetje geld helpt dan toch wel, hè? Ja, dat is wel makkelijk als je achter kunt rekenen bij de kassa. Ja, en dorst is wel prettig, ja. En als je naar dokter Schumacher wil natuurlijk. Ja, hebben we nog niet geprobeerd, maar dat is een tip. Dank je wel. Ja, daar staat hij namens. Oh ja, helemaal he? Goed. Doe nou, we hebben hier nog veel te doen, dat zie ik wel. Nou, succes vanavond, dames. Zo, hè.
Dag. Dag meneer. Dag. Goeie avond. Dit doe jij vaak? Ja, zeker. We zijn van onze sportschool staan we hier vanavond. En ja, laten we eens even mensen kennis maken met het echte ijzer. Dus laten we eens raden hoe zwaar het gewicht is hier. Ja, wat dacht je? Dit is een mooi thema voor Gooise vrouwen. Die moeten ook maar wat spierballen kweken, die vrouwen vandaag de dag. En, ja, zeker. Dus bij uitstek wel de plaats. Ja, ja. We hebben ook een mannenplein daarachter, daar staan we ook. Alleen we dachten, ja, sportschool, vrouwen zijn ook sterk. Dus vandaag, die moet ook het ijzer optillen. Ja, en nou wordt hier een dingetje opgetild. Ja. Maar ik neem aan dat daar een bedoeling achter zit. Ja, als ze raden hoe zwaar onze halterstang is, maken ze kans op gratis sporten. En het is gewoon leuk als mensen af en toe een beetje sportief actief zijn. Is het al geraden? Dat durf ik nog niet te zeggen, want dat houdt mijn collega in de gaten. Maar... Ja, hoeveel weegt hij? Ja. Hij trapt er niet in. Nee. Was te proberen. Ik zeg proberen een keer en wie weet sport jij dadelijk 3 maanden gratis. Ja, kijk, mag bij jou komen sporten. Ja. Mooi, afgesproken. Sportvrouw aan het werk, dames en heren. Ja, kijk er gaan. Boven het hoofd, hè. Juist. Ik heb het briefje ingevuld, 8 kilo 200 gram. Alleen waar kunnen we nou de uitslag vinden? Op onze Facebookpagina, dat is facebook.com/fitclubdepaal. En dan komt daar de uitslag in de komende week. En dan moeten we daar ook nog lid worden? Dat mag, dat hoeft niet. Okay. Het is gewoon een leuke actie van ons. Ja. Hij is hartstikke leuk, de actie, en ik ga lid worden van de Facebookpagina. Is goed. Dames, zitten jullie te wachten op dokter Schumacher? Ja, schijnbaar. Ja. En wat voor behandeling heeft u in gedachten? Nou, zij zag er heel vermoeid uit. Ik zag er vermoeid uit, dus ik moest meekomen. Ja. Dus jij krijgt dadelijk een oppepper? Ja, zoiets. Ja, een beetje botox en een beetje antidepressiva. Ja. Nou, ik hoop dat je daar erg van opknapt. En hebben jullie vaker consultants zo bij de Gooise dokter? Nee, ik nog niet. Je hebt het nog niet nodig? Nee, helemaal niet. Dokter, mag ik een momentje van uw tijd? Nou, heel even, want de wachtkamer zit vol, zoals u ziet. Ja. Tijd is geld, hè? U bent een schat van een dokter, dat hoor ik meteen. Nou, ik heet Schat. Ja, daarom. En u bent de opvolger van meneer Schumann? Meneer Schumann. Schumacher? Nou, dat vind ik enigszins beledigend. Maar wij zitten in hetzelfde vakgebied, maar ik dan natuurlijk professioneel. Hè. Ja, leg eens uit. Vanwege de centen natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Zullen we een van die patiënten erbij halen? Dan kunnen we zien hoe professioneel u te werk gaat. Nou, dat is prima, maar dan moeten we wel even vragen of dat zij bereid zijn hun privacy op te geven. Hè? Ja, natuurlijk, dat snap ik. Ja. Als u dat even met hen regelt, dan zie ik het wel. Ja, oké, goed. Dankjewel voor jouw tijd. Ja, graag gedaan. Ja. Ik sta hier in de behandelruimte van dokter Douwe Schat, een beroemdheid in het Gooi. Nou, ik voel me zeer vereerd dat ik hier aanwezig mag zijn. Deze patiënt is chronisch vermoeid en we gaan nu kijken naar de professionaliteit van deze man. Het inwendige. Een klein momentje hoor. Hij weet ook direct waar dat je zoeken moet. Totaal niet verontrustend. Dat is op zich rustig. Dat klopt ook, want u bent vermoeid. Kunt u aangeven wat de oorzaak is van uw vermoeidheid? Weinig slaap, hard gewerkt. Weinig slaap, hard gewerkt. Is minder werken misschien een optie? Ik zie toch nog spanning in de telerij. Zuster Connie Plassen gaat nu zeer subtiel te werk. Dames. Welkom allemaal en Martin Marillo is er helemaal klaar voor. We hebben hem hier naar voren gehaald op de kiosk. Ik sta hier met 3 prachtige dames. Weten jullie wat het thema is vandaag? Ja,
Gooise vrouwen. En kennen jullie Gooise vrouwen? Nee. Nou, mijn oma zei dat dat een soort serie was of zo. Ja, dat klopt. En daar komen heel mooie glimdingetjes in voor en allemaal. Ik ben net al bij de dokter daar geweest, maar nu toen zei ik dat ik beenpijn had. Maar nu krijg ik nu wel een beetje echt beenpijn. Oh, dus zij het alleen maar erger gemaakt? Ja, ze deed je met een stok erop timmeren. Nou, dat is... En bij mij deed je samen oren trekken. Zo. En zijn jullie al eerder naar de Ladies Night geweest? Ja, elk jaar. Ja, en wij gaan dan altijd... Ja, als wij elkaar zien, gaan we dan altijd samen doen, want wij zijn ook hartvriendinnen. Ah, en ik hoorde... We zijn op dezelfde dag geboren. Echt waar? Ja, zo. En wij gaan ook meedoen aan de Voice Kids. Ja, wij twee. Wij weten al een liedje. Nou, hier staan drie talentjes. Dus nou dames, ik wens jullie veel succes. Ja. En jou ook heel veel succes. Dames, jullie lopen hier al heel lang rond, hoorde ik. Wat vinden jullie ervan? Ja, we zijn hier al een hele tijd. Nee, we komen echt net aan. Dus we hebben nog niet zoveel gezien, maar het ziet er gezellig uit. Leuk. Ja, en jullie hebben Martin nog net horen zingen dan? Nee, die hebben we nog niet gehoord. Oh, dan moeten jullie zeker blijven, want volgens mij komt hij dadelijk nog een keertje op. Daar mag je niet gemist hebben. Oh, nou, dan blijven we nog even. Dan komt het goed. Dan pakken we een borreltje. Nee. Wat vinden jullie van het thema van dit jaar? Gooise vrouwen was het toch? Ja. Ja, het is wel leuk. Het is leuk aangekleed en zo. Heel en leuk. Hebben jullie ook al dingetjes gezien van dacht van, nou, dat moet ik echt hebben? Nee, we hebben eigenlijk nog niks gezien. Nee, het is niet duur genoeg of je hebt alles al? We hebben nog niks gezien. Nee. Nou, het is fantastisch gezellig. Vooral ook de gelegenheden eromheen. Die zijn allemaal heel erg bereid om mee te doen aan de entourage. Het is hier heel erg leuk. Ja. Jullie komen niet uit Bergijk en toch zijn jullie hier terechtgekomen. Hoe komt dat zo? Ja, wij staan hier met de caravan op een camping. We komen wel uit Brabant, bij Breda vandaan. We zijn als meer hier geweest en hier wordt altijd erg veel georganiseerd. Het is een gezellige plaats, mooie omgeving. Dus vandaar dat we terug zijn. Ja, dus een aanrader voor iedereen om volgend jaar ook naar de Ladies Night te komen. Zeker. Zonder meer deze streek. Ja. Die is fantastisch mooi. Ja. Nou, geniet nog van deze avond en ik wil niet te veel geld uitgeven. Zinnige Hollanders, hè? Mevrouw ook niet. Nou, het ligt eraan waar het over gaat. Oké, nou, wat vinden jullie er eigenlijk van de sfeer en de entourage? Ja, het ziet er allemaal leuk uit. Het is gezellig. Er zijn veel mensen bij elkaar. Hangt een goede sfeer, dus dat is mooi. En zijn jullie al vaker geweest naar Ladies Night? Een eerder moment? Ja, vorig jaar. Ja. Dus jullie komen elk jaar mooi even terug? Ja, even kijken hoe het is, wat ze dit jaar hebben. Ja, het is ook gewoon altijd gezellig natuurlijk, hè? Ja, dat zeker. Oké, nou, ik wens jullie fijne avond. Jij succes met je water. Ja, dankjewel. Dat komt wel goed. Ja, dag, hè.